Het is einde verhaal voor deze bomen in het Leenderbos. Ze worden gekapt en dat komt door dit kleine kevertje, de letterzetter. Het beestje heeft de bomen doodgegeten. Nou, zoals je ziet zijn alle fijnsparren die achter mij staan, die zijn eigenlijk allemaal dood of bijna dood. Die hebben veel te lijden gehad van de droogte van de extreem warme zomer van vorig jaar. Nou, daardoor raken die bomen verzwakt. En is er een klein beestje, een schorskever, de letterzetter, en die grijpt zijn kans en die dringt de schors binnen. En ja, die eet eigenlijk de boom helemaal op, maakt gangen onder de bast. En zoals je ziet valt de bast die valt eraf en sterven de bomen af. Door de droge zomer zijn de bomen in het Leenderbos verzwakt. Dit soort dennenbomen maken hars aan om zichzelf te beschermen. Maar hoe droger het is, hoe minder hars er kan worden aangemaakt. En daardoor krijgt de letterzetter vrij spel en worden dit soort bomen als een lekker snackje gezien. Er is heel weinig tegen te doen. Je zou bepaalde lokstoffen in kunnen zetten met kasten en dergelijke. Voor hier is dat al te laat. En bovendien hebben we hier vrij weinig fijnsparren staan. Een stuk van 2,5 hectare op 2.500 hectare, zoals het hele gebied groot is. Daar heeft hier eigenlijk al ook heel weinig zin. Het gaat in totaal om enkele honderden fijnsparren die ten prooi zijn gevallen aan de letterzetter. Ze worden gekapt of ze vallen uit zichzelf al om, doordat ze dusdanig verzwakt zijn. Nu er nog iets van het hout te maken valt, worden ze tegen de grond gewerkt om er uiteindelijk bijvoorbeeld meubels van te maken. Ik verwacht wel dat je in de toekomst voor de regio Eindhoven wel een stuk minder fijnsparren zal gaan zien in de toekomst. Het zijn bomen die komen oorspronkelijk meer uit de Alpen, waar ze veel water krijgen. Nou ja, we hebben nu al twee hele droge zomers achter elkaar gehad. Dus ik denk dat de fijnspar wel een boom is die langzaam uit het toekomstbeeld zal verdwijnen. En dat gaat boswachter Erik niet in de koude kleren zitten. Stel je hebt een tuintje thuis en er staat buxus in, een mooie buxusbol die je eigenlijk jarenlang hebt verzorgd en gesnoeid. Nou ja, dan komt de bekende buxusmot, die komt daarin. Nou ja, en dan ben je uiteindelijk ook je buxus kwijt, dus ben je gewoon een stukje van je tuin kwijt. Zo voelt het eigenlijk een beetje. En dat allemaal door een insect van een halve centimeter. Door de bomenkap kunnen bospaadjes wat minder goed begaanbaar zijn. Dus pas vooral op als je deze fijnsparren tegen de grond ziet gaan.